Deze highlights worden u aangeboden door Expedia. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Mbappé, een eerste keer. Goeie bal binnendoor. En Neymar tegen de bal. Daar was het koningskoppel al een eerste keer na 6 minuten. Voor het eerst in beeld eigenlijk Mbappé, Neymar. En een kwestie van een centimeter of 10. Nou, en nog eens een voorbeeld dat het gewoon onmogelijk is om daar echt op te verdedigen. Hè. Tussen de verdedigers, centrale mensen, doorgelopen. Neymar, overtreding. Ja. Nou ja, die hebben er veel nodig. Nu Laimer, PSG, de betere ploeg. Niet dat Leipzig wordt helemaal weggedrukt, want zelf ook al een paar keer gevaarlijk komen opzetten. Maar het overwicht, het balbezit, het initiatief is toch voor PSG. Er zijn ook veel wedstrijden waar we dat hebben gemist. Di Maria, Marquinhos, daar is hij weer. Het is 1-0 voor PSG en Marquinhos heeft in deze Final 8 de smaak te pakken. Uitstekende vrije trap en de perfecte kopbal. Een Zuid-Amerikaanse entente om PSG al vroeg in de wedstrijd op 1-0 te zetten. Marquinhos, goulasje geklopt. Bernat combineert met Mbappé, maar dat loopt niet zo goed af. Dus Sabitzer even en een goede bal. Richting Laimer. Laimer voorbij Paredes en ernaast gezet. Kans voor Poulsen. Dat was de kans voor Leipzig. Prima werk van Laimer. Nou, vintage Leipzig. Oh, oh tegen de bal. Verrassende uithaal. Nee, Neymar kan erom lachen. Iedereen verrast. En vooral Goulashy. Ja, en hij stond niet eens zo ver uit zijn doel. Gevaarlijk van Goulashy in de voeten van Paredes. En Neymar, wat zeg ik, naar Di Maria. En als je het zo weggeeft, dan is het einde verhaal natuurlijk. 2-0, Di Maria. Goulashy met een blunder van formaat. PSG bij de rust al een stevige optie. Op die plek in de finale. Ja, dat is gewoon dom. Ook het moment waarop, net voor rust, dan trap je hem beter toch een keer lang weg. Nee, ik dacht, het is een gelukje. Nee, het is geen gelukje. Het is fantastisch gedaan. Achter, ja. Ik had even eerst gedacht, wijkt even af. Nee, geweldig hieltje. Angelinho, redelijk plomp verloren. En opletten voor een tegenaanval nog. Kan nog gebeuren met Di Maria. En keren. Wat, ja. En Neymar. Ja. We waren er al bijna helemaal klaar. Scheelde niet veel. Nee. Een hele goede counter. Ah, goed van Bernat. En kijk eens hoe ver die ineens kan komen. Laimer laten happen. Makkelijk voorbij. Di Maria. Bernat sprint door. Controle gemist. Anders was er een grote kans in de maak. Hij duwt hem te ver. En nu krijgt Akunku zelf. Nee, geen fout mee. En Bernat nu wel. Erin. Nog geduwd erin. Door Neymar, denk ik. Maar. Floten. Telt of telt ze niet? Mukiele. Nee, die glijdt gewoon weg. Fout of geen fout. Ah. En. Dat is toch wel buitenspel. Ja, Mukiele. Ah, ligt ja, daar Mukiele nog? Ligt daar. Ja, natuurlijk. Ja, ja, sorry. En is hij er al in? Ja, ja. Hij is er al in. Ja, is er al in. Dus het is een goal van Bernat. Als het geen fout is, is het een doelpunt. Nu dan, Mbappé. Nee. De handen van Goulashy. Di Maria dan.
Twee keer om zijn as gedraaid. En Paredes te zeer in het midden. Angelinho. En zo heeft Rico toch ook wat om handen. Maar een schot recht in het midden van de goal. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors.